Houwen en Co. Wat concentratieverlies bij de thuisploeg laat Mazeik tot 10 acht terugkomen. Maar dan zet het keurkorps van Dominique Baeyens weer orde op zaken en pakt die eerste set met 15-10. Onder impuls van een secure Wuits en een slim spelende Kempenaars pakt Selik ook de tweede set. Maar de weerstand van Mazeik en vooral van Bartels en Heijnen is een stuk groter. Selik wint die tweede set met 15-13. Uitblinker Bart Wuits is de man die het hier afmaakt. Selik start te ontspannen aan de derde set en dat breekt de landskampioenen zuur op. Het Mazeik geheel draait nu op volle toeren en de mokermachine van Bartels levert uitstekend werk af. Mazeik pakt dan ook die derde set met 10-15. Het thuispubliek gelooft de eigen ogen niet als Mazeik ook in die vierde set het Selikse dreamteam weet af te blokken. 12-15 en 2-2. Tiebreak dus. Spanning troef, want tot 8-8 gaat het bijzonder gelijk op. De jeugd van Mazeik wordt nu stilaan wat zenuwachtig. De routine en de mentale sterkte van Selik haalt weer de bovenhand. Bovendien vindt Paul van der Allen zijn slagkracht terug en Selik is nu niet meer te stuiten. Het is Claudio Geweer die de klus mag afmaken. Selik pakt de tiebreak met 15-9. Maar dit Mazeik wordt een serieuze...